We zijn hier voor jullie kortfilm Zodiac. Jullie hebben dat samen geschreven. Zijn jullie daaraan begonnen? We love cinema. Het was eigenlijk Hans die mijn vrouw op bezoek had en die erover bezig was van ah ja, ik zou wel een keer iets willen maken. Ja, eigenlijk komt het erop neer dat er voor de eerste keer 27 drenkelingen waren in de Noordzee. Juist. En ik zei toen tegen Liesje van ja, het had ons zomaar kunnen overkomen mocht het een keer gelukt zijn om mee met Titus te gaan vissen, omdat hij regelmatig ging gaan vissen, maar dat was altijd zo een dag op voorhand dat hij zei van ah, als je goesting hebt om mee te gaan vissen, maar dat ging dan nooit. En dan dacht ik van ja, eigenlijk zouden wij daar gewoon kunnen tegenkomen zijn. En dan heeft Liesje dat verteld aan Titus. En Titus baalde terug van kom, we gaan dat doen. En dan hebben we daar denk ik een keer over gebabbeld van wat zouden we kunnen doen of we zouden een goede insteek zijn. En dan hebben we iets op papier gezet en dan naar elkaar doorgestuurd. En dat we blijven aan frullen totdat we zoiets hadden van... Ja, en de aanleiding waarom dat ik dan werd zo gezegd uitgenodigd door Titus om te gaan vissen... Dat lag ook redelijk voor de hand, omdat ik zelf in een relatiebreuk zat. En dat ook redelijk naturaal kwam om daar dan iets over te schrijven. We hadden redelijk snel uit dat de parallel was tussen iemand met een relatiebreuk en hoe komt het dat je de ene moment iets leest in de krant, in de gazette of op nieuws en denkt van, maar dat is gewoon mega erg, we moeten daar allemaal nu iets aan doen. En een uur later zijn we met mijn eigen problemen bezig. We hebben ook redelijk snel ingediend bij het FAF en we hadden het geluk... dat hij daar direct gratis in zag. Dus we waren ook direct gehonoreerd in ons verzoek. Ja. En dan, dat was natuurlijk een enorme stimulans om dan gas te geven. En dan zitten we met de seizoenen waarin je kunt filmen. En zeker op zee. Dus het was meteen of een jaar wachten. Totdat de makreel er terug was. En de zee en de zon en heel nutskluts. Dus ook daardoor was het van, we zouden het beter nu nog doen. Anders moet het weer een jaar wachten. Dus het is eigenlijk vrij snel gegaan. En voor mij zouden wij zelf... in onze eigen productie, de postproductie, volledig konden afwerken, ging dat wel allemaal goed vooruit. Hè. En ik had ook wel zo, nadat ik al zoveel jaren mijn commercieel productiehuis had, had ik zoiets van, nu dat de corona er is, relatiebreuk, als ik het nu niet ga doen, dan gaat er waarschijnlijk nooit meer van komen. Ik schrijf al jaren voor theater mee, allee, en het was wel al veel langer dat ik ook dacht van, maar ik wil eigenlijk liever ook... in plaats van het voerend kunstenaar zijn, ook wat meer scheppend werken. Je wordt wat ouder en het zoiets van, ja, het zou ook wel tof zijn als ik achter mijn computer kan gaan zitten en af en toe iets kan schrijven voor tv of voor een reeks of voor iemand anders die theater maakt, whatever. Dus toen dat Hans zei van, gaan we dat niet samen doen, dacht ik van, maar dat is echt tof om dat samen te proberen. Ja, en zeker omdat dat een eerste keer is dat echt goed om dat met twee te doen. Ja. Omdat je sowieso niet zeker bent van, is dat nu de juiste richting? En als je dan... als individu een richting ingeslaan bent in het scenario, is dat veel moeilijker om daarop terug te keren. Ja. Terwijl als iemand anders heel snel kan terugkoppelen van... ah ja, ik weet niet, dat is ook toch... Dus je komt heel snel tot de goede balans van de dingen. En komt daarbij ook dat natuurlijk Hans heeft een productiehuis, heeft al het materiaal in huis. En ik ken een boot en ik ken iedereen op de steiger van de vissers en in de haven. Dus dat was wel zoiets van... bon... als we geen geld krijgen van het vast, ja, dan kunnen we het alsnog doen. En ook, we konden die gasten daar redelijk makkelijk overtuigen. Want die zeiden van, ja, maar draaien op zee, zeg je er wel zeker dat gaat doen. En alles lag klaar eigenlijk, denk ik. Hè. En kraterfilms mogen natuurlijk ook niet vergeten. Nee. Het productiehuis van Tim en Maarten. Je hebt een aantal Eritreërs op een bootje zitten. Hoe hebben jullie die gevonden? Dat was geen evidente. Allee ja, in de zin van, je moet rekening houden met heel veel van die vluchtelingen hebben effectief op een boot gezeten en hebben daar een trauma aan overgehouden. Dus dat is niet zo evident. De eerste dat ik gevonden heb was Hassan, een Somaliër, die mij had wijsgemaakt dat hij ooit nog piraat was geweest. En ik was daar volledig mee weg. We hebben dan een testje mee gedaan, die deed dat perfect. Ja, de vrouw was een moeilijkere om te vinden. We hebben zo'n aantal actrices die hier al een tijdje in België, maar die leken allemaal te verwesterd al op een manier. En dan was er één iemand, de manager van Black Flower, die zei van, waarom vraag ik een keer die MS-crème? Ik zei, waarom niet? En dan was zo in het begin, waren ze nog een beetje aan het twijfelen, ja, doen we dat nu voor haar naam? Of is dat gewoon een wijze vrouw die er echt en authentiek uitziet? En we hebben dan een testje gedraaid en iedereen was gelijk wel overtuigd dat dat ging lukken. Ik vond het vooral leuk dat zij zelf zei van, ik wil dat eens een keer lezen, dan wil ik een keer met jullie babbelen. Zij ging daar heel
omzichtig mee om, ja. Dat ik ook direct goed vond. Het was niet dat zij zoiets had van, ja, een kort film, ik wil dat doen. Allee, ze snapten ook wel dat een vluchtelingen spelen, dat niet zo evident is. En ze moest dat, denk ik, voor zichzelf ook wel even laten bezinken of dat ze dat wel wou doen, of dat ze daar voor geplaatst was. En of dat wij wel de juiste intentie hadden met ons verhaal, wat willen we vertrekken, zit dat wel juist? Hè? Want daar hadden wij ook wel wat schrik voor, dus keren we hier niemand mee. En dan hadden we Toerat, dat is een echte Gentenaar die hier al vrij lang rondhangt en ook zo bij dingen... Victoria Deluxe in voorstellingen heeft meegespeeld en daar ook nog cameraman is geweest. En de moeilijkste was eigenlijk het kleine baasje, omdat we eigenlijk helemaal in het begin dachten van kom, we gaan dat nog net voor de zomer draaien, maar dat was al veel te laat om nog iedereen een goede cast bij elkaar te vinden. Maar dan was de bedoeling dat we eigenlijk redelijk begin september gingen draaien, maar de scholen waren nog niet gestart. Dus zijn we zo echt zo in de Gentse stadsschooltjes gaan casten. Vanaf 1 september stond ik aan de poort, direct mensen aangesproken. En dan waren er 3 relatief goeie, maar die ene was, die bleef gewoon zichzelf. Hoe zijn jullie dan bij Bart Hollanders terechtgekomen? Eigenlijk gewoon, dat is een keigoede speler. Een supergoeie acteur. Die kritisch kijkt en die durft zeggen van, kunnen we dat niet anders doen? Of ik vind dat niet goed. Allee, want eerlijkheid gebied is om te zeggen dat, als dat eenmaal dat scenario geschreven was, dat Bart ook wel gezegd heeft van, maar misschien moeten we dat nog een beetje anders belichten of anders aanpassen. Of van, we zijn echt wel een team geweest met 3. Je kunt ook niet anders. Alleen met 3. En de rest die op die boot zat als we aan het filmen waren, maar je zit zo kort op elkaar. We hebben ook die screentest gedaan, al een keer gaan varen met Titus, met Bart erbij, dan die eerste... Die liefdesbreukscène eigenlijk al volledig gedraaid en daar dan ook al zo wat geïmproviseerd door Titus en Bart. Om het met een zeeterm te zeggen, Bart was echt al aan boord maanden voordat we gaan draaien zijn. Dus dat was heel fijn. En dat gaf ons ook wel extra vertrouwen natuurlijk. Wie dat er eigenlijk ook van in het begin, of zo goed als van in het begin bij was, is Jorrit Egermond, mijn vaste collega, multitalent, monteur, maar hij heeft ook het dossier gedesigned. Het is het perfecte voorbeeld van de kracht achter de schermen. Ja, maar dan niet alleen. Ik denk ook de juiste keuzes maken. Ja. Bijvoorbeeld in die rushes van de dag ervoor. Die zat daar in de blozo, in dat klein kantoortje zat hij daar te monteren. En tegen dat wij s'avonds terugkwamen, wist hij naar ons te zeggen van Dekker, dat zouden we misschien toch wel nog een keer opnieuw kunnen doen. En mochten wij dat niet gehad hebben, was dat ook wel een wereld van verschil geweest in kwaliteit. En jullie gaan gewoon knal opzij. Daar was ik wel... Allee, ik dacht, als iemand dat moet doen, dan moeten wij dat doen. Want het is een heel groot nadeel aan. Je zit met stromingen, je zit met de meteo die je niet kunt voorspellen. De golven, de zon komt geen tijd langs de verkeerde kant kijken. Maar langs de andere kant, je moet niks uitgeven aan production design, want een keer dat je daar bent en de zon schijnt... Je kunt niet met licht, met grote lampen beginnen spelen. Nee, je krijgt ook wel heel veel in de plaats, natuurlijk. Ja. Schone zonsondergang. Iedere dag bijna. Ja, het enige dat ik onderschat had, is dat als je op zo'n kleine boot draait, dat je al je materiaal ook moet meedoen op een andere boot. Maar als je dus een vlag nodig hebt of een nieuwe lens, dan moet er iemand met een Zodiac naar een grotere boot om dat te gaan halen, om dan terug te keren. Ondertussen zakt de zon, keert de wind. Dus dat was wel wat. Dat is ook niet de enige motor, denk ik, waar ik heb moeten aan sleutelen in die week. Maar mijn eigen motor moet repareren. En elke morgen onderuit, ook aan die motoren van die Zodiac stal stonden. De motor van de Zodiac van de figuranten, daar was op een bepaald moment ook iets aan. Dus ik ben eigenlijk heel die voormiddag... De Zodiac die lekte, die lucht. Ook al bezig geweest met praktische problemen op te lossen. Maar ja, dat is leuk, hè. Ik doe dat graag. Dan moesten we nog verse vis aan boord hebben, terwijl dat de makreel eigenlijk al vertrokken was. Ja. Naar Afrika en alle vissers zeiden dat gaat nooit niet lukken. Geen probleem. Het zat ons ook wel mee. Het zat soms tegen, het zat ook wel mee. Maar het resultaat is in elk geval, het lijkt alsof het easy peasy was als je de film ziet. Dat is de bedoeling. Easy peasy. Maar ja, eigenlijk was er vooral veel stress in de voorbereiding, omdat je niet kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. En de eerste dag waarop dat we eigenlijk nog niet gingen draaien, maar een test gingen doen, was de zee echt een stuk hoger dan de andere dagen. En dan voelde gewoon aan heel die crew en cast van, maar gasten, als wij dat hier 4 dagen gaan moeten doen, zo rondgekletst worden, dat gaat niet gaan. Maar gelukkig was het vanaf de dag daarna minder en hebben we 3 mooie dagen op zee gehad. Die Pieter de Nuidje, man, de
eerste draaien. Echt aan het overgeven, terwijl hij met zijn pers onder onze neus zat. Dat kleur had hij. Pieter zat hier en ik zat hier en hij had zijn pers zo en ondertussen naar hen. En lag, nee, zo achter mijn rug. Zo, en ik zo onder mijn stress zo... Stil kotsen. En dan hebben jullie hier in Kask in Gent een première gedaan. Een overrompeling, mag ik dat noemen? Ja, ik had er ook een beetje schrik voor, want het was zonder reservering. Dus je weet niet of er daar dan veel volk op afkomt. Maar uiteindelijk waren het 4 volle zaaltjes. Hè. Ja, het was 400 man die daar gepasseerd is. Het was een hele leuke avond. Ja. Ook veel mensen, vrienden en zelfs en familie en zo, die uit interesse kwamen kijken. Maar ook mensen uit vakken. Allee, alles door elkaar eigenlijk. Hè. Tof. En de reacties waren heel goed. Dus dat is wel tof, omdat je met een kortfilm, dat weet iedereen... Je maakt dat niet omdat daar zoveel mensen naar gaan kijken. Dus vonden wij dat wel belangrijk om een keer een avond te organiseren waarop dat we ook gezegd hebben van gasten, het is gratis, kom gewoon af dat zoveel mogelijk mensen de film kunnen zien. Want uiteindelijk maakt hem niet om ergens op je computer te bewaren. Dat is waar. Dus nee, het is nu een beetje wachten op de festivals. Hij wordt ingestuurd en dan zullen we wel zien wat er terugkomt. Een kortfilm natuurlijk ook, dat is een soort vingeroefening waarin dat je vooral voor jezelf ook wilt tonen van dat is een uitdaging die je voor jezelf stelt, maar ook iets waar uiteindelijk heb je iets dat je aan andere mensen kunt zeggen van kijk, ik heb dat gemaakt. Dus die film die blijft ook op onze harde schijven staan en als ik voel of als Hans zoiets heeft van ik wil iets doen of ik wil dat doen, dan is ook iets dat je kunt gebruiken om te zeggen van kijk, dat is wat dat wij maken. Dat is het hoofddoel, hè? Sowieso. Ja. Hè? Allee, ik heb wel nog een aspiratie voor een fictiereeks, maar zonder die kortfilm zou dat nooit lukken. Naar mijn gevoel, of ik ben daar eigenlijk heel tevreden mee hoe dat gelukt is, van begin tot eind in het maken. Dus dat sterkt mij ook in mijn zelfvertrouwen om in de toekomst... andere dingen misschien in gang te steken. Daar kijken we naar uit.